Hallo allemaal, ik ben Rutger en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is vandaag niet zomaar een video, nee, het is tijd voor een gloednieuwe Vraag het Fur. Oftewel, jullie hebben vragen gesteld en ik ga ze zo goed mogelijk beantwoorden. Maar daarnaast heb ik ook dit ding dat ik eindelijk direct zo na de intro ga openmaken. En ik ben zo benieuwd. En ik ga 5 vragen beantwoorden over 29 januari, wat volgende week is. Wat gaat er gebeuren? Misschien kom je vandaag al iets te weten. We gaan het meemaken, dus doe alvast een duimpje omhoog. Gaan we naar de intro beginnen. Het is first day, first day. Donderdag is first day. Het is tijd voor weer een heel nieuw filmpje op first day. Laten we gelijk beginnen met dit ding. Een paar video's geleden liet ik het zien en ik heb nog steeds geen idee wat het nou precies is. Het zat dus in mijn postvakje zonder brief, zonder afzender, zonder wat dan ook. Ja, het zat gewoon ingepakt in papier met mijn adres erop. Dus ik ben zo benieuwd wat hierin zit. En dit stuur je natuurlijk niet zomaar naar me op. Maar ik heb dus heel wat instructievideo's gezien die jullie me hebben toegestuurd. Bedankt daarvoor. En wat blijft, je moet het hard op de tafel tikken en dan dit er afschuiven. Maar ik heb al heel vaak hiermee getikt en lukt het niet. Maar ik ga het nu echt wel goed proberen. Ik ben echt heel erg zenuwachtig. Maar daar gaat ie. Werkt niet. Ja, ik sloop mijn bureau zo nog. Wat? Het werkt! Oh my god. Oh, hier heb ik zo lang op gewacht. Echt, ik heb dit ding, denk ik, 1,5 maand geleden gekregen. Wat zit hierin? Oh, een pinnetje. En een glasplaat. Wat? Volgens mij is die leeg. Dit ga je echt niet menen, hè? Nee! Oh, ik ben zo hard getrold. Loop ik dit wekenlang ook voor jullie, maar ook voor mezelf spannend te maken. En dan zit er uiteindelijk gewoon niks in. Wat is dit? Degene die dit heeft toegestuurd is waarschijnlijk nu zo hard aan het lachen. En ik haat je niet, maar het komt wel in de buurt. Want... Oh. Nou, goed, weten we dat ook weer. Teleurstelling van de eeuw, dit. Nou ja, dan ga ik maar verder met de vragen die jullie hebben ingestuurd. De eerste vraag is van Isra. En ze vraagt, alles goed? Ja, het gaat op zich wel goed. Behalve dat ik hier erg van baal. En een week geleden, nee, 2 weken geleden inmiddels, heb ik me geblesseerd tijdens het sporten. Ik was aan het bankdrukken. Dat is zo dat je op zo'n bankje ligt met zo'n stang. En dan, ja, echt, dan ben je dit aan het doen, maar dan zo. En dat ging dus helemaal mis. Ik kreeg die stang niet meer omhoog. En ja, ik kon kiezen of ik laat hem op mijn nek landen. Maar er hing best wel wat gewicht aan, dat wil je echt niet. Dus ik deed met een rare beweging naar mijn middel toe. En toen heb ik mijn pols heel erg verdraaid. En nu kan ik dus al 2 weken lang bijna niet sporten. En ik baal heel erg. Ik kan alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. Dus ik zie er waarschijnlijk straks uit als Nicki Minaj. Denk ik. Tessa heeft echt een hele leuke vraag. Ze zegt, zoek je allereerste foto op van je Instagram account en vertel er iets over. Nou, dan moet ik eerst even heel erg ver gaan terugscrollen, want ik heb best wel veel foto's op Instagram. Dit is echt lang geleden, precies 200 weken. En ik weet nog goed, ik had net die MacBook gekocht en volgens mij ook net die koptelefoon. En ik was een beetje aan het chillen in de tuin en volgens mij wilde ik denk ik stoer doen of zo. En dat ik het maar op Instagram zette, I don't know. Wat ik wel grappig, maar ook best wel beschamend vind als ik mijn Instagram account zie. Ik begon Instagram echt met het doel van wow, ik word gewoon een topfotograaf. Ik ga gewoon allemaal mooie foto's maken. En in het begin deed ik dat ook. Als ik nu zo doorheen kon, denk ik, oh ja, nou ja, best leuke, mooie foto's zijn het allemaal. Maar op een gegeven moment plaats ik deze foto en daar zeg ik the kid behind the photos. En op dat moment is het gewoon compleet misgegaan. Heb ik mijn fotografie carrière maar aan de kant gezet en zijn het beide alleen maar ordinaire selfies. Mocht je me trouwens nog niet op Instagram volgen, kun je me gewoon even toevoegen. Dat is Rutger Vink. Next question. Even kijken. Nikki vraagt, is dat grijze achter je een kast? En zo ja, wat zit erin? Dankjewel voor je vraag. Nu heb ik eindelijk een reden om dit even uit te leggen. Je denkt misschien, Rutger, wauw, je hebt zoveel kastruimte op je kamer. Zo handig. En dan denk ik, ja, dat is ook heel handig. Als ik de kastruimte mocht gebruiken. Kijk, het zit dus zo. Ik heb hier 3 schuifdeuren. En nou, wat heb ik hier? Allemaal dozen. En wat zit er in die dozen? We gaan eens kijken. Je denkt misschien, oh wat handig Rutger, daar kan je al je schoenen opbergen. Ja, mijn schoenen zijn niet echt.
En dit is dus niet de enige doos zoals je ziet. Kijk, hier heb je er nog ongeveer 30. Maar dat is nog niet alles. Kijk maar even mee. We hebben hier nog twee deuren. Kastdeur nummer 2. Nog meer dozen en allemaal kleding van mijn moeder. Nou, en dan heb ik hier nog een kastdeur. En wat zit daar achter? Oh, nog meer. Oh. Hallo. Oké, ik ben even een filmpje aan het opnemen. Da. As we speak of the devil, dat was mijn moeder. Hier dus nog meer spullen van mijn moeder. Echt. Dat is toch niet normaal? Dat is mijn kamer. En ik had laatst een gesprek met mijn moeder. Toen zei ze, oh ja Rut, als je het huis uit bent, dan ga ik van jouw kamer een grote walk-in closet maken. Mam, dat is het al. Ben ik de enige die dit probleem heeft? Ik wilde echt al jaren naar een tv-programma als Hart in Actie bellen om dit probleem te fixen. Dat ik gewoon een keer mijn eigen kleding kwijt kan op een kamer. Maar goed, laten we doorgaan met de 5 vragen over 29 januari. Volgende week, oftewel 29 januari, is een hele speciale first day. Ik ben er al een tijdje over aan het hint en zo. En nu ga ik eindelijk 5 vragen van jullie beantwoorden over de 29ste. Mag ik even een spannend muziekje? Ja, dankjewel. Komt er op 29 januari een meeting? Ja of nee? Nee. Is de 29ste met Teske? Nee. Heeft het met muziek te maken? Nee. De video die de 29ste online komt, ben je dan alleen in die video? Ja. En tot slot, wordt de 29ste een speciale video? Ja. Dit is zo flauw, sorry. Meer ga ik er niet over zeggen. Hier zullen jullie het mee moeten doen. Maar een schrale troost, het is nog minder dan een week wachten. Dus pak je agenda er even bij, zet het erin. 29 januari, nou het staat er al in als het goed is, 29 januari. Maar schrijf bij 29 januari een hele speciale first day om 4:30 'smiddags. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je de video leuk vond. Als je hem leuk vond, doe dan even een duimpje omhoog. En dan zie ik je heel graag volgende week first day. Maar tot die tijd, stay fabulous. Doei. Waar een soort methode stond hoe je makkelijk in slaap kan vallen. En aangezien ik toch al uren wakker lag en verder niks te doen had, dacht ik probeer het gewoon. En what the fuck, het werkt gewoon.